Yes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en vandaag rijden we in de zesde generatie Honda CR-V. De nieuwe CR-V dus. En deze auto kun je bestellen als hybride, als IHEV dus, of als plug-in hybride, de IPHEV. En wij rijden in die stekkerhybride variant. Wat heeft deze auto allemaal te bieden? Hoe ruim is die? Welke voorzieningen heeft deze auto aan boord? In deze video ga ik antwoord geven op die vragen. Er zijn van die modellen die echt al jaren meelopen. Denk eventjes aan de BMW 3-serie of 5-serie, de Volkswagen Polo, Volkswagen Golf. Nou, de Honda CR-V, of in ieder geval het type plaatje CR-V, loopt al ontzettend lang mee bij Honda. Als we even teruggaan in de geschiedenis, dan is dat alweer sinds 1995. En sindsdien heeft Honda dus al 6 generaties geleverd. Dit is de 6e generatie CR-V. En wat valt op? Hoe nieuwer de CR-V-generatie, hoe meer het niveau van elektrificatie doordringt in de line-up van die CR-V. En dat zie je ook maar al te goed terug bij deze nieuwste generatie CR-V. Zoals gezegd, verkrijgbaar als hybride of als plug-in hybride. En het leuke is, die aandrijflijnen hebben allemaal hetzelfde vermogen. Ze hebben dus allemaal bijvoorbeeld een 2 liter benzinemotor gekoppeld aan een elektromotor. Nou, in dit geval van deze PHEV praten we over een systeemvermogen van 184 pk en een systeemkoppel van maar liefst 335 Nm. En deze auto die kan op papier dik 80 km volledig afleggen, elektrisch wel te bestaan, volgens de WLTP-testnorm. Nou, in de praktijk ga je dat natuurlijk niet halen, want WLTP is natuurlijk nog altijd een laboratoriumwaarde, oftewel een theoretische waarde. Haal daar in de praktijk ongeveer 30% van af en je komt al heel erg in de buurt van waartoe deze auto in staat is. Wij haalden deze auto op met een volle accu en toen kon deze auto ongeveer 65 kilometer volledig elektrisch rijden. En dat lijkt mij toch wel voldoende voor de woon-werkkilometers. De Honda CR-V is helaas niet heel erg goedkoop. Nee. Deze plug-in hybride bijvoorbeeld, die begint al bij dik 63.000 euro. En dat is natuurlijk best wel aan de prijs. De hybride variant die is iets goedkoper. Die begint bij ongeveer 56.000, 57.000 euro. En dan krijg je bij Honda overigens al wel een zeer complete auto. Maar wil je dus echt stekkeren, wil je deze plug-in hybride, waar overigens een goede reden voor is, dan moet je altijd wel iets meer investeren. En waarom zou je dan deze stekkerhybride moeten overwegen? Nou, de hybride varianten van de CR-V die hebben allemaal maar een geremd trekgewicht van 750 kilogram. En deze plug-in hybride variant die heeft een geremd trekvermogen van 1500 kilogram. Dus het dubbele. En dat kan natuurlijk wel het verschil maken of je een caravan wel of niet kan meenemen op vakantie. Eén ding is zeker, deze Honda CR-V rijdt verrassend lekker. Maar hij is niet zo dynamisch als de ZR-V, die we overigens ook hebben gereden. En die video kun je terugvinden op ons YouTube-kanaal. Nee, die ZR-V is meer de sportief rijdende, meer dynamisch rijdende SUV, crossover van Honda. Terwijl deze CR-V vooral wordt gepositioneerd als een zeer comfortabele, ruime familie-SUV. En in die rol stelt deze auto absoluut niet teleur. Sterker nog, hij is echt bijzonder ruim. Met mijn lengte van 1,85 meter kan ik uitstekend achter mezelf zitten. Heb ik nog meer dan genoeg knieruimte, meer dan genoeg hoofdruimte over ook. En ook de bagageruimte van deze auto, die is echt aan de ruime kant. En dat komt ook vooral door een beetje het boxy design van deze CR-V. Hij is vrij hoekig vormgegeven. Ik vind het wel een stoere auto om te zien. Helemaal de grill, echt heel erg imposant. Maar de auto oogt echt wel als een typische CR-V. Gewoon no-nonsense SUV. Een auto voor het hele gezin waarmee je probleemloos op vakantie kan. Of stel dat je deze auto gebruikt voor gewoon werkkilometers, dan kun je die kilometers natuurlijk ook gewoon volledig elektrisch afleggen. Wat heel erg fijn is aan deze Honda, is dat Honda altijd heel erg goed nadenkt over de bedieningselementen. Waar alles moet zitten, hoe alles aanvoelt, de feedback die deze auto geeft.
Bijvoorbeeld het infotainment systeem laat zich er kinderlijk eenvoudig bedienen. Je hebt hier bovendien ook nog een handig randje waar je je vinger op kan laten rusten terwijl je dat scherm bedient. Hij ondersteunt natuurlijk ook Apple CarPlay, Android Auto. De bedieningsunit van de automaat is net zo makkelijk. In plaats van een conventionele schakelaar heb je hier gewoon druktoetsen, de D, de N, de R. En die R moet je altijd gewoon eventjes zo naar je toe halen. En dan kun je heel intuïtief eigenlijk die transmissie bedienen. Eigenlijk gaat alles vanzelf in deze CR-V en dat is al vanaf de eerste meters die je aflegt in deze Japanner. Hij rijdt gewoon heel erg goed en vertrouwd. En ook qua sturen geeft deze auto lekker veel feedback. De besturing is lekker vlezig en ook de zitpositie is dik voor elkaar. De verstelbaarheid van de stuurkolom is ook prima. Al zou ik in dit geval, bij de ZR-V was het wel prima voor elkaar, de stuurkolom nog iets meer naar me toe willen halen voor een nog betere zitpositie. Hoewel de stoelen echt wel heel erg goed zitten, een heel erg fijn aspect bij deze CR-V is dat ook de zittingen van de stoelen ietsje langer zijn ten opzichte van die ZR-V. Dus de stoelen zitten ook gewoon lekker comfortabel. En opbergruimte echt geen gebrek. Ook de bouwkwaliteit is dik voor elkaar. Mooie zachte materialen die Honda gebruikt. Ook net als bij de Honda Civic, maar ook bij de ZR-V heb je hier ook zo'n gaasstructuur. Ziet natuurlijk best wel leuk uit met van die voelsprieten om de luchtventilatoren natuurlijk een beetje te sturen. Het ziet er allemaal heel gaaf uit, maar het schoonmaken kan een crime zijn. Dus ja, dan moet je denk ik eventjes met een compressor op om dat mooi schoon te blazen. Maar overal is het echt wel een zeer fijne auto om in te verblijven en om ook in te rijden, om kilometers in te maken. De Honda CR-V is overigens 4,7 meter lang, 1,87 meter breed en 1,67 meter hoog. En de wielbasis van deze auto komt uit op 2,7 meter. Een klein ding om rekening mee te houden bij deze plug-in hybride is dat je op de benzinetank kleinere afstanden kunt afleggen ten opzichte van de hybride variant. En dat komt omdat deze stekkerhybride een kleinere tank heeft. De hybride versie heeft 57 liter en deze heeft een tankinhoud van 46,5 liter. En dat komt natuurlijk door de aanwezigheid van een akkerpakket. En dat akkerpakket heeft een capaciteit van 17,7 kWh. De auto heeft overigens een boordlader van 6,8 kW en daarmee doet het opladen van 0 tot 100% ongeveer 2,5 uur. De bagageruimte van deze nieuwe Honda CR-V heeft een inhoud van 617 liter tot maar liefst 1710 liter als je de rugleuning van de achterbank neerklapt. En waar ik eigenlijk het meest over te spreken ben bij deze Honda CR-V is toch wel de demping, het onderstel en toch wel de besturing. Want die twee componenten maken van deze auto echt een zeer fijn rijdende familie-SUV. Misschien nog wel beter dan menig concurrenten. Uiteraard heb je een Suzuki Across plug-in hybrid, maar je hebt bijvoorbeeld ook een Toyota RAV4 plug-in hybride. Die hebben natuurlijk wel betere garantievoorwaarden dan Honda, want Honda geeft 3 jaar fabrieksgarantie. Tenzij je kiest voor een uitgebreid pakket, dan heb je volgens mij ook 10 jaar garantie, maar dan moet je dus altijd voorbij betalen. En bij Toyota en Suzuki zijn die zaken gewoon standaard. In ieder geval bij Toyota krijg je gewoon 10 jaar garantie, bij Suzuki meen ik uit mijn hoofd 6 jaar. Dus qua garantievoorwaarden loopt Honda een beetje achter op de rest van de concurrenten. En dat is wat mij betreft jammer, want ik noem ook eventjes een Mazda. Die hebben een CX-60 plug-in hybride. En Mazda geeft tegenwoordig, ook al is het een kleinere speler op de automarkt, ook gewoon 6 jaar garantie. En Honda, dat is toch wel een beetje een grootmacht. Wereldwijd gezien verkopen ze nog steeds echt miljoenen auto's. En dan vind ik het toch bijzonder dat Honda nog niet overstag is gegaan met het verhogen of ophogen van die garantietermijn. Want ik denk als Honda dat doet, dat ook veel meer mensen gaan kiezen voor een Honda. Ook al is hij wat aan de duurdere kant. Ja, ik zou er echt wel meer voor willen betalen, want het is echt een goed rijdende auto. Echt een opmerkelijk goed rijdende auto zelfs. Maar hij is dus wel een beetje aan de dure kant. En dan afgezet tegen die garantietermijn, die bij concurrenten beter voor elkaar is, vind ik het een lastig verhaal. Maar als je mij zou vragen van welke auto rijdt nu echt het lekkerst van die genoemde concurrenten, dan staat deze Honda CR-V toch echt wel ver bovenaan dat lijstje. Hij rijdt gewoon oprecht bijzonder lekker. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie vinden van deze nieuwe Honda CR-V, wat je van het design vindt. En of je bijvoorbeeld zou kiezen voor een hybride of plug-in hybride aandrijflijn. Als je de plug-in hybride neemt, heb je automatisch ook een hoger geremd trekgewicht. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het gerust eventjes weten in de reacties onder deze video. En vond jij deze video leuk? Geef hem dan gerust eventjes de welbekende duim omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Daar worden wij weer heel erg blij van. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En graag ook tot een volgende video. Hoi hoi! Thank you.